Heggel. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Retro Kings Matty's Game Room. Vandaag gaan we kijken naar alle mini-consoles die ik in mijn collectie heb. Plug-and-play consoles bestaan al een tijdje. En consoles zoals de Atari Flashback ook. Het was meestal een goedkoop systeem met een aantal games ingebouwd. De plug-and-plays hadden meestal een thema en hadden een apart design. Zoals deze Star Wars plug-and-plays die ik heb. Er zaten soms wel originele games op die niet op andere consoles verkrijgbaar waren. Maar ze waren meestal wel heel erg simpel. Maar het werd pas echt populair met de NES Mini. Exact hetzelfde als de originele console, alleen dan heel klein gemaakt. En daar gaan we naar kijken. Ik heb het in deze video onder andere ook over hoeveel games er op een systeem staan. Nou weet ik uiteraard dat de meeste minis gehackt kunnen worden. Maar ik hou liever alles origineel. En ik kijk hoe ze dus de minis officieel hebben uitgebracht. Dus laten we uiteraard beginnen met de NES Mini. Hier zitten 30 classic NES games ingebouwd. En een HDMI snoer, zodat je ze makkelijk kon aansluiten op moderne televisies. Nou is de console zelf heel vet gemaakt. Maar ook de presentatie in de menu is gewoon heel erg goed gemaakt. Natuurlijk zijn de controllers wel hetzelfde formaat als de originele. Want ja, dat zou wat zijn zeg. Stel je voor dat ze de controllers ook klein hadden gemaakt. Dat is toch niet mee te spelen dan? Ja, kom ik zo op terug. Overal zitten hier best goede games op. Persoonlijk niet alle 30 games die erop staan zijn mijn top pick. Maar je kan natuurlijk niet iedereen tevreden stellen. Ik snap dat Nintendo een goede mix wilde maken met games erop, zodat iedereen wat leuks had om erop te spelen. De vetste games voor mij persoonlijk, vind ik toch wel, Castlevania, Double Dragon 2, Mega Man 2, Metroid, Ninja Gaiden, Super Contra, Super Mario Bros. 1, 2 en 3 en natuurlijk The Legend of Zelda en Zelda 2 The Adventure of Link. Nou was de NES Mini natuurlijk een groot succes voor Nintendo. Alleen, hoe ging het in Japan? Daar hadden ze natuurlijk de Famicom. En daar zaten de controllers aan de console vast. Nou, ze hebben er natuurlijk de Famicom Mini uitgebracht. En ja, met hele kleine controllertjes. Nou, dit is natuurlijk heel cute en al. Alleen, ja, ze zijn wel heel erg klein. Nou zitten hier ook 30 games in. Alleen zijn ze niet allemaal hetzelfde. Dit zijn de games die dus wel op de Famicom Mini staan, maar niet op de NES Mini. River City Ransom, Yi-Air Kung Fu, Atlantis no Nazo, Solomon's Key, Downtown Negetsu Kushin Kyoku, Sasuhari Uzumau, dat is Bumpen Sumo, Final Fantasy 3 in plaats van Final Fantasy 1. Vooral River City Ransom vond ik een leuke toevoeging op deze. De sprites zijn dus hier ook iets anders dan de Europese en Amerikaanse releases. Natuurlijk zijn de games wel allemaal Japans, maar voor de meeste heb je niet echt tekst nodig om het te begrijpen. Het menu, net zoals de NES Mini, ziet er ook heel netjes uit. Alleen de kleuren zijn meer rood en wit als in de stijl van de Famicom. Nou is er nog één Famicom Mini uitgekomen. En dat is de Famicom Mini Shonen Jump 50th Anniversary Edition. De console heeft een goudkleurige look en er staan totaal andere games op. Hier staan allemaal anime games op namelijk. Zoals een paar Dragon Ball games. De looks van de console is heel vet. Maar er zitten voor mij persoonlijk niet zoveel titels bij die ik interessant vind. Behalve dan de eerste Dragon Ball, want die is wel te spelen. Alleen de andere Dragon Ball games zijn kaartgames, wat ik normaal prima vind, alleen zijn ze natuurlijk Japans, dus ik kan ze niet echt volgen. Nou, laten we nu naar 16-bit gaan en kijken naar de Super Nintendo Mini. Dit is denk ik wel mijn favoriet tot nu toe. Staan iets minder games op dan de NES Mini. Hier staan er 21 games op. Maar wat vooral vet is, is dat ze een unreleased game op hebben gezet, namelijk Star Fox 2. Design is natuurlijk ook super mooi. De Super Nintendo in mini formaat. This is what you call sexy. Een
van mijn favoriete consoles, maar nu in mini-formaat. En natuurlijk is het menu ook zo mooi gemaakt. En ze hebben hier hele goede games opgezet. Mijn favorieten zijn hier Contra 3, Donkey Kong Country, F-Zero, Zelda, A Link to the Past, Mega Man X, Secret of Mana, Super Castlevania 4, Super Mario Kart, Super Mario World en Super Metroid. Wat het allemaal voor mij compleet zou maken, is dat ze de console hadden gereleased met alle Donkey Kong Country games en Killer Instinct erop. Maar overal is de line-up voor de mini-console echt super goed. Nou is er natuurlijk ook een Amerikaanse versie uitgekomen, want daar zag de console er anders uit. Alleen zijn de games wel hetzelfde. Alleen de Japanse versie heeft weer een aantal andere games. De Super Famicom Mini heeft namelijk Fire Emblem, Mystery of the Emblem, The Legend of the Mystical Ninja, Panel de Pan, Super Soccer, Super Street Fighter 2, The New Challengers. Niet echt heel schokkend, maar grappig dat de games dus een beetje verschillen. Nou hoop ik dat Nintendo nog meer mini-consoles gaan uitbrengen. Een N64 Mini zou echt geweldig zijn. Alleen zouden ze dan wel de licentie van Rare moeten hebben. Want een paar van de beste N64 games waren gemaakt door Rare. Maar hey, ze hadden ook Donkey Kong Country op de SNES Mini. En die was ook door Rare gemaakt, dus wie weet. Na het succes van de Nintendo Minis gaan andere bedrijven het natuurlijk ook proberen. En daar gaan we nu naar kijken. We beginnen met de Commodore 64 Mini. Nou zijn er zoveel games op de C64 uitgekomen. Dus deze was heel moeilijk in te delen welke games hierop moesten worden gezet. Maar hier staan dus wel 64 games op. Overal vind ik hier het menu ook wel vet gedaan. De controller was hier alleen wat minder. En jammer dat ze het toetsenbord niet werkt op het apparaat. Maar je kan er wel een USB-toetsenbord op aansluiten, maar had het liever op de console zelf gehad, of in ieder geval als optie. De gameselectie is voor mij wat minder, want dit zijn niet echt de games die ik speel op mijn C64. Maar de leukste die erop staan vind ik Boulder Dash, IQ, Jumpman en ja, de rest vind ik ook wel oké. Een stuk minder voor mij dan de Nintendo Minis, maar ik ben natuurlijk ook opgegroeid met Nintendo systemen. Dat is dus natuurlijk logisch. Deze vond ik een stuk interessanter, de Neo Geo Mini. Hier staan 40 games op. In plaats van de AES Home Console hebben ze hier meer een arcade van gemaakt. Dus hier kan je de games ook spelen op een portable scherm. Je kan hem helaas niet opladen, dus hij moet wel aangesloten zijn. Natuurlijk kan je hem ook aansluiten op je tv. En je kan er ook controllers op aansluiten. Wat ik wel vet vind, is dat ze de controllers van de Neo Geo CD hadden gebruikt. Alleen voor één of andere reden hebben die controllers geen micro-switches. Op de originele controller voor de Neo Geo CD had je die wel. Dat zijn die kliks die je hoort als je de controlpad beweegt. En dat is ideaal voor SNK-games. Vooral als je vechtgames gaat spelen. In plaats daarvan is dit gewoon analoog. Nou stoort het me niet heel erg, maar vind het alleen jammer dat ze dat niet hebben gedaan. Van de Neo Geo Mini heb je ook verschillende versies met verschillende games. Ik heb hier de internationale versie, waar dus meer Metal Slug games op staan. De andere heeft meer King of Fighters games. Dan vind ik uiteraard de internationale versie het beste, want hier staan echt goede games op. De leukste vind ik Blazing Star, King of the Monsters 2, Magician Lord, alle Metal Slug games, 1 tot en met 5 plus X, Shock Troopers 1 en 2. Sony heeft ook een mini-console uitgebracht, namelijk de PS1 Mini. Nou vind ik dit wel de slechtste tot nu toe. Deze is overduidelijk gerushed. En de selectie aan games is echt heel weird en random. Ik bedoel, what the fuck doet Rainbow Six hierop? Waar is Crash Bandicoot, Spyro of Tomb Raider? Daar moet ik eerder aan denken als het gaat om de PS1. Er staan hier 20 games op. De console zelf ziet er wel heel vet uit en de controller uiteraard ook. Mensen vroegen zich af waarom hier geen DualShock bij zat, maar ik begrijp het wel. Want niet veel games ondersteunen dat echt of waren speciaal voor de DualShock gemaakt. Ze hebben wel een paar leuke games opgeschet, zoals Final Fantasy 7,
Rayman en Tekken 3. Gaan we nu kijken naar de Sega Mega Drive Mini. Ik kan begrijpen dat ze niet een mini hadden gemaakt van de SG-1000, want die console is wat minder bekend. Maar waarom slaan ze de Master System over? Anyway, de Sega Mega Drive Mini heeft 42 games. De line-up is hier best indrukwekkend. Uiteraard ziet de console er ook mooi uit en heeft een menu veel detail. Dit is al een grotere stap vooruit aan de kwaliteit vergeleken met de andere mini-consoles die ik net heb laten zien. De games die ik het leukste vond waren Castlevania Bloodlines, Contra Hard Corps, Gunstar Heroes, Mega Man The Wily Wars, Monster World 4, Sonic 1 en 2, Streets of Rage 2 en Wonder Boy in Monster World. Konami heeft de licentie van NEC, dus zij brachten de TurboGrafx-16 Mini uit. Nou heb ik hier zelf de Japanse versie hiervan, de PC Engine Mini. De PC Engine zelf was al erg klein en nu helemaal. Deze is ook uitstekend gemaakt en heeft 57 games erop staan. Wat heel leuk is aan deze is dat je een extra menu hebt en dan kom je bij de TurboGrafx games terecht. Dus allemaal ook in het Engels. Maar ook het menu zelf verandert in die stijl. Echt heel vet. Wat ook cool is, is als je een game opstart. Bij de normale U-cards zie je op het scherm dat die erin wordt geklikt. Maar als je een CD-game kiest, maakt hij ook het geluid van een CD-laden. Ik vond dat echt een leuke touch. Qua presentatie is dit wel een van de beste en mijn favoriete games waren Bomberman 94, Bank's Adventure, Castlevania, Rondo of Blood, Ginga Fukai Densetsu Sapphire, Newtopia 1 en 2, Ninja Gaiden, Splatterhouse en Superstar Soldier. Dan gaan we nu naar de ene laatste, de Astro City Mini. Deze is echt heel vet. Hier zitten 37 games in. De Neo Geo Mini was cool en al, maar de Astro City Mini ziet er ook echt uit als de originele arcadekabinet, in mini-formaat. Het scherm is ook iets groter dan de Neo Geo Mini. En natuurlijk had die arcade geen controllers, maar ze hadden hier gewoon iets origineels bedacht en ik vind het er super vet uitzien. Jammer genoeg kan je deze ook niet portable spelen onderweg, want deze moet ook aangesloten blijven. Maar je kan hem natuurlijk wel aansluiten op je tv. Het menu is hier wat minder dan de vorige twee minis, maar het is wel duidelijk en snel. Mijn favoriete games hierop zijn Arabian Fight, Fantasy Zone, de twee Golden Axe games, Wonder Boy, Wonder Boy in Monsterland en Wonder Boy in Monster Lair. We save the best for last, want, dames en heren, mag ik jullie voorstellen aan... Drumroll, please. De HEMA Retro Console Mini. Ja, zeker. Hier zitten 300 games ingebouwd. Wow! En er zitten AV-kabels bij. Zoals je ziet is dit een NES Mini clone. And they are not afraid to hide it. Design is precies zoals de NES en de controllers zijn bijna hetzelfde. Er zitten alleen twee extra knoppen op en het voelt veel goedkoper aan. Nou, laten we eens kijken hoe het menu eruit ziet. Zoals je ziet is het net zoals die cheap zoveel 100 in 1 cartridge games op de NES. It screams bootleg. Dus ik neem aan dat dit ook allemaal bootleg NES games zijn. Laten we voor de grap eens kijken wat erop staat. Eens zien, Super Fighter, wat is dat? Wacht eens even, dit komt me bekend voor. Thank you.
nou? Ja, zoals je al verwachtte zijn dit allemaal bootleg games waar ze gewoon NES games gebruikten. Alleen zijn de sprites veranderd, zodat ze geen licentieproblemen krijgen. Het zijn ook verder exact dezelfde games, behalve dan dat het er iets anders uitziet. Mijn favoriete games hierin waren... Yeah. I got nothing. Dat was een kijkje naar alle mini-consoles die ik heb in mijn collectie. Ik hoop dat we er meer gaan krijgen en ook van andere bedrijven. Ik bedoel, hoe vet zou een Vectrex Mini zijn? De eerstvolgende Mini die nog gaat uitkomen is de Capcom Mini. En die ziet er ook best wel vet uit. Die zit vol met Mega Man en Street Fighter games. Er zijn ook geruchten over een Dreamcast Mini. En er zijn ook nog Game Gear Micros gemaakt. Alleen zijn die way overpriced en zitten er weinig games op. En slaat het idee een beetje nergens op. Vraag me toch af hoe ze op het idee waren gekomen. Ga zitten. De mini-consoles kopen als zoete broodjes. Maar wij staan achter. Als mijn topadviseur eis ik dat je nu direct met een goed idee komt. Oh, hey, als je me teleurstelt, vriend. Ja, goeie. Misschien toch maar een Sega Master System of een Sega Saturn Mini. Waarom vind ik gewoon geen goede werknemers? Zeg, moet hier iemand nog wat cookies of wat koffie? Jij, zit! Oké, jeez. Ik ben maar een stagiair. Ben jij bekend met de mini-consoles? Ah, ja zeker. Ik heb een Super Nintendo Mini. En een Nintendo! Ik heb nu goede ideeën nog en jij gaat me daarmee helpen of jij bent volgende die eruit vliegt. Ik heb geen idee eigenlijk. Maar, weet je wat ik altijd doe als ik inspiratie nodig heb? Wat dat is. Een lijntje strekken! Goed idee! Later. En
Zijn er al goede ideeën? Wat je hebben? Wat je hebben? Ik weet niet of je nog, de Game Gear kent. Hè? Die vond iedereen altijd zo bulky as shit. Nou, wat nou als we die heel klein gaan maken? Oh, ik luister. Nou, we maken een Game Gear Micro. Weet je nog dat Nintendo een Game Boy Micro had uitgebracht? Nou, we maken de Game Gear Micro nog kleiner. Maar waar maar 4 games in zitten. En we brengen verschillende kleuren uit. Zodat mensen de complete set willen. En de knoppen zijn zo klein dat het absoluut niet speelbaar is. En op 1 Game Gear Micro zetten we 4 RPG's op. Zodat mensen het niet goed kunnen lezen. Dus als ze alle Game Gear Micro's kopen, ze een vergrootglas bij krijgen. En natuurlijk maken we dit product super duur! Briljant! Briljant! Jij maakt promotie! Let's do it! Let's do it! Oh man, een party maakt me wel moe hoor. Nice! Promotie! Ja, ik ga ook slapen. Aha, dus zo is het tot stand gekomen. Maar goed, in ieder geval, bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Eerst even op de beste miniconsole spelen. En nee, het is niet de HEMA Mini Classic.